De regering van Suriname heeft recentelijk de Vliegende Brigade ingesteld. Het betreft een orgaan speciaal gericht op de controle van prijzen in de winkels. Deze Vliegende Brigade is per maandag 1 maart 2021 gestart met waarvoor zij in het leven is geroepen. De communicatiedienst Suriname ging met de prijscontroleurs op pad en legde het volgende voor u vast. Ik zal vandaag informatie geven over de Vliegende Brigade prijscontrole. U heeft dat ook via de media vernomen. En uh, de president heeft dat ook bekendgemaakt. Op 23 februari heeft de installatie plaatsgevonden van de Vliegende Brigade prescontrole En het bestaat uit uh, het kabinet van de president, de Economische Controledienst van IZ en de politie. En uh, te zijn de tijd zullen ook andere organen en instituten uh, worden aangevuld met andere organen. Uh, op 24, dat is de volgende dag al, hebben we een bespreking gehouden met de verantwoordelijke instituten. Dat is de ECD en de politie. En we hebben een werktraject uitgezet. We hadden drie dagen voor uitgetrokken om te kijken hoe uh, de prijskontrole, de, de, de vliegende brigade, in een nieuw jasje zou kunnen opereren. Zo hebben we op 25 en 26 februari Paramaribo aangedaan. En op 27 het district Nikeri. Uh, gisteren hebben wij uh, deze drie operaties geëvalueerd. Daarna hebben we een werkbespreking gehouden met de DC's van Paramaribo, Wanica, Kabbewijnen en Saramaka. We hebben gezamenlijk met de districtscommissarissen een traject uitgezet voor twee weken. De werkwijze die we hanteren en zullen hanteren is we gaan die hele chain, hele keten van handel gaan we aandoen. We beginnen eerst met de verkoper. Een bottom-up approach. Na deze twee weken gaan wij de zaak goed evalueren. Vervolgens gaan we naar de distributeur. Naar de importeur. We gaan ook kijken hoe het inkoopbeleid is in het buitenland. Want wij vinden dat zaken te duur worden ingevoerd. We gaan ook dat controleren. We gaan ook controleren het vergunningenbeleid. Om te voorkomen dat slechts één zaak dan wel één persoon de monopolie voert over een bepaald artikel. Uh, <tossimus> We hebben opgemerkt dat in deze chain, en helaas moet ik zeggen. Dat er boevenbenden opereren. Criminelen opereren in deze chain. We hebben al enkele in kaart gedrag. En van deze plaats uit wil ik een officiële waarschuwing geven aan deze boevenbenden en waarmee ze bezig zijn. De vliegende brigade. Wie trekt deze vliegende brigade prijscontrole? Dat is het kabinet van de president. En het uh, wordt. Ondersteund, zoals ik eerder zei, door de econ economische uh, controledienst van IZ, de politie. En straks gaan we het aanvullen met andere organen. Ik zal nog niet prijsgeven welke organen. Te de tijd zullen we de president ook vragen om het mandaat te verruimen. De zaken die wij tot nu toe hebben mogen zien uh, en wat eigenlijk mogelijk bijdraagt tot prijsopdrijving. En wat zeker goed onderzocht en heel goed moet worden aangepakt, is de doorvoerhandel. We hebben gezien dat de doorvoerhandel eigenlijk bijdraagt tot uh, ja, illegale handel in producten. Oké, okay, ik heb hier ook aangehaald, het uh, ver, vergunningenbeleid moeten we een beetje transparant maken. Dat is inderdaad zo. Want de doorvoerproducten worden ergens naartoe vervoerd en opgeslagen in een depot. En van daar verdwijnt het. Waar het gaat, weet niemand. Niemand kan ons die informatie geven. Hoe komt dat? Maar we merken wel dat de producten die bestemd zijn voor doorvoer wel belanden. Op de Surinaamse markt. Hoe is dat mogelijk? Dit is een project dat geïnitieerd is geworden door de president van Suriname, president Santoki. En waarom? Omdat wij, consumenten, en wie zijn de consumenten? Dat zijn u en ik. Wij, consumenten, gaan al jaren, maar dan ook echt al jaren, ik denk langer dan. 10, 15, 20 jaar gebukt onder steeds toenemende prijzen in dit land. Ja? We kunnen niet spreken van een prijzenoorlog, want het is georganiseerd, zoals eerder aangegeven ook door de heer Gourdeal. Dit is een uh, samenswering van verschillende actoren binnen de value chain, zoals we dat noemen, van import tot consument, tot in de winkels bij u en ik in de buurt. En wat we ook weten in Suriname, dat is heel kwalijk, dat wij de, de, het gelag betalen. Dat wil zeggen, daar anderen buiten de consument om zich verrijken, maar dan ook schandalig verrijken in dit land. En dat de consument eigenlijk steeds verder verarmt. Ja? U weet zelf, als u verdien, uh, uw salaris heeft gehad, hoe snel dat eigenlijk verdampt. U gaat tegenwoordig naar de winkel en wat zeggen de mensen? Ach, kijk wat ik heb gekocht. Met één hand kunt u datgene dragen naar huis. Voor heel veel geld. En dat is een heel pijnlijke zaak. Ik ben blij dat de president dat heeft ingezien en heeft ingegrepen. Om in te grijpen en het instellen van een vliegende brigade, prijscontrole. En we zijn hier vandaag, zoals aangegeven, om samen met de bestuurdienst. Uh, de bestuurdienst is operationeel in de vijf resorten op Paramaribo Noordoost. En de bestuurdienst heeft de verantwoordelijkheid om winkels te bezoeken. En uh, te kijken naar de prijzen natuurlijk op de eerste plaats. Tweede plaats om te kijken ook of de winkeliers zich ook aan de vergunningsvoorwaarden houden. Want ook daar is veel mis mee. En tegelijkertijd kunnen ze natuurlijk ook kijken naar de kwaliteit van de producten. Want heel veel producten zijn van inferieure kwaliteit. Dat wil zeggen, ze zijn aan uh, vervallen uh, toe. En die horen niet op de schappen te staan. We moeten die samenleving ook beschermen als het gaat om een stukje gezondheid. Dus ik ben blij met deze Vliegende Brigade. Het is uh, eigenlijk alweer een volgende uh, 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 taskforce. En dat is een taskforce, dat bestaat nu nogthans uit ECD, dat heeft u net al gehoord. ...de politie en de bestuurdienst en wellicht zal in de toekomst... ...zullen andere organen eraan toegevoegd worden. De kick-off vandaag op Paramaribo Noordoost is... ...we gaan in twee resorten, twee winkels, willekeurig aandoen. Het is, laat het ook duidelijk gezegd worden bij deze mensen. Het is niet zo dat wij winkels selecteren. Het is een willekeurige selectie. Dus we, hebben, we gaan iedereen controleren. Elke winkelier moet zich houden aan de richtprijzen... ...aangegeven door het ministerie van Handel en Industrie en wij moeten ervoor zorgen dat datgene wat wordt voorgeschreven, dat het ook uh, zeggen, aan de consument wordt uh, uh, voorgehouden. Want er is veel mis en ik ben blij dat wij hieraan kunnen meedoen en we hopen in ieder geval dat na vandaag elke winkelier, handelszaak, wat dan ook, die een dienst verleent, een, een product verkoopt, dat hij zich zal houden aan de richtprijzen. En uh, de sancties zijn al in vooruitzicht gesteld. We zullen hard optreden, boetes zullen opgelegd worden. In die nodig zullen we de vergunningen intrekken. In die nodig zullen mensen zelfs uh, vervolgd kunnen worden. Want u weet, als u aan prijsopdrijving doet, dat is een economisch delict. En daartegenover staan forse straffen. En we gaan niet terugdeinzen. Dus bij deze roep ik ook. Uh, de handelaren op, de winkeliers op, maar het zijn ook burgers, eerbare burgers in onze samenleving. Alsjeblieft, helpt u mee om de prijzen betaalbaar te houden, zodat wij Surinamers, consumenten in dit land ook kunnen kopen en kunnen leven in een eerlijk land.